Yeah. Toch jou. Mag niet. Ik moet zeggen, het is me toch behoorlijk tegengevallen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ik heb echt een hele grote fout gemaakt. En ik kan het ook niet lichter maken. Want het is vandaag donker in huis. Ik heb hier namelijk wat draadjes zitten. En dit is een onderbreking en dit is een onderbreking. Maar ik heb die twee samen moeten doen. En waarschijnlijk heb ik dus gewoon... ja, blauw en bruin bij elkaar gedaan. En poef. Dus nu moeten we wachten op Stedin. En ik kan en niet douchen. En het is de dag van de eerste chemo. Nou, de man van Stedin is er gekomen en die zegt ineens tegen mij, hey, Mrs. Jones, speelt die in Tavenu? Dat is de band waar ik vorig jaar volgens mij een concert mee heb gedaan. Super gaaf. What are the odds? Echt waar. Hey, daar gaat weer van alles aan. Hey. Nou, terwijl ik dat, terwijl zij dat aan het doen zijn, is het ongeveer bijna een uur voor mijn eerste chemo. Dus ik moet nu even twee pilletjes nemen van dexamethason en een Akinzeo. Die zouden tegen de misselijkheid moeten zijn en die Akinzeo die werkt 4 dagen lang. En die dexamethason die moet ik 4 dagen lang. Ja, ik zag het. Nou, daar gaan we dan maar. Zo poepie. Daar zitten we dan. Het is niet het mooiste. 23 juni, allereerste chemo. Dagcentrum infusietherapie, gang E05. Ik ben wel een beetje zenuwachtig en ik moet de hele tijd plassen, want ik heb veel gedronken van de pillen. Ja. Zweethandig. Ja, dat is allemaal niet gek toch? Spannend. Het is een beetje wat moeilijk. Oh, sorry, wat wil je zeggen? Nee, ik was een beetje moeilijk gefilmd vanwege privacy dat ik het nu zo doe. Ja. Dat ik niemand anders film. Dus vandaar. Dus we zitten bij infusie. Begin van genezing. Begin van een genezing. Ik krijg gewoon een dikke shot vitamines. Ja. Nou jongens, daar liggen we dan. Net even uitleg gekregen. De internist is ook langs geweest. En die vertelde dat, dat helaas de punctie, de biopt, niet goed is gegaan. Maar dat ze het niet nog een derde keer gaan doen. Welke keer gaan zitten? Ja. Nou, dat ze het niet nog een derde keer gaan doen. Oh my god. Ze zegt, er is een marker ingezet. En dat houden we er gewoon in de gaten. We gaan sowieso die eruit halen tijdens een operatie. Hè? Die eerste klier. Nou, Ja, die gaan ze sowieso eruit halen en tijdens operatie en afhankelijk van wat de chemo gaat doen, et cetera. Dit is gewoon chemo. Dit is gewoon chemo, dit is niet normaal. Ja. Dit is gewoon... Nou, afhankelijk daarvan gaan ze dus bepalen of de rest van mijn kleren er ook uitgaan of dat die kunnen blijven zitten. Dit is gewoon chemo, de eerste chemo. En... Nou, ze zijn net niet. Als het niet goed zit of als ik ga lopen nu naar de wc, dat willen ze dus liever niet. Want als het in mijn huid komt, kan het zelfs zo verbranding veroorzaken dat er gewoon iets geamputeerd moet worden. Fucking hell. Maar van dit soort dingen, dan moet ik dus al gelijk. Ik ben al 3 keer geweest in het ziekenhuis nu. Dat je gewoon standaard weer moet plassen. Dat je denkt, ja, no pressure. Niet plassen, anders moet je arm eraf. Volgende keer een luier om doen. Dit zit er in een half uur in, hè? Dus dat scheelt.
Ja, dat is waar. Dat is misschien nog vol te houden. Nou, we hadden net wel even een flink emotioneel momentje. Mag ik mijn mondkapje afhalen? Dit was ja, even was een, wel even heftig, ja. Ja. Toen moest Sergio huilen, toen moest ik ook weer huilen. Ik moest huilen omdat jij moest huilen. Nee, echt niet. Ik moest huilen omdat jij moest huilen. Ik moest gewoon huilen omdat ik van jou hou. Ja, dat weet ik. Ah, het is gewoon, ja, je emoties lopen hoog op natuurlijk. De eerste chemo en alles is nieuw. En... Het is moet ik zo, op zo erg voor jou. Op zo'n bed gaan liggen en dan... Ga ik weer. Ja. Dank je wel. Mag niet. Jawel, we mochten wel kussen. Ja. Oh ja, ik hoorde dus ook. Stinkt, hè, dat spul. Ja. Dat ik dus, nou, ik moet dus heel goed de wc goed schoonmaken. Met de klep dicht, twee keer doorspoelen en schoonmaken. Zonder chloor. Als ik ga zweten, ik moet vaak douchen. Maar ik mag dan verder wel gewoon met mijn kind en met Sergio en zo knuffelen en zoenen. En, kleding apart wassen. Maar mijn kleding moet ik apart wassen. Dus die moet ik eerst met koud water afspoelen. Ook ja. Vanwege het zweet. Ja. En dan mag dus ik gewoon in de wasmachine eerst een kort programma koud aanzetten dat het spoelt. En dan kan de rest erbij. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat dan weer wel. De eerste 6 dagen. Ja, dus de eerste 6 dagen. Ook gezegd dat ik dus niet mag... Oh ja, nou ruik ik het pas. Dat het niet verstandig is om te gaan zwemmen. De eerste 6 dagen na de chemo. Want dat is dus niet hygiënisch voor de rest. Nou, ik denk dat ik mijn moeder en pa maar eventjes ga facetimen. En dan gaan we een filmpje kijken of zo. Ik kan het niet uitdoen. Nou, we hadden het idee om een film te kijken, maar de tweede zak zit er al in. Die is ook binnen een half uur leeg. Ja, en ik was even aan het bellen met mijn moeder en mijn zus en mijn vriendin. Het eerste keer plassen. Was al gelijk groot, hè? Groot. Ja, eigenlijk het spul wat er net inging, dat zat al gelijk in mijn plas. Ja. Bijzonder. Nou ja, het gaat vrij snel. Als ik het dan zo kijk, dan denk ik van... nog een half uur. Ja, we zeiden toch... ja, anderhalf uur. Jezus, de tijd vliegt echt voorbij. Ja. Anderhalf uur, 2:45 inderdaad. Zo dus 2:15... Het is 2 keer 1/2 uur met het wisselen en zo, dus dan zit je op 1/2 uur. Ja. Nou, maar goed, dadelijk ben ik alleen. En dan, ja. Kan je je boekjes gaan lezen? Mijn boekjes gaan lezen, of een serietje kijken, of slapen. Ik zag net een vrouw daar liggen, al kaal, met een hoofddingetje en slapen en zo. Ja. En ze zeiden, hebben we net al verteld dat we 6e dag of 3e dag, dat ik dan waarschijnlijk heel moe ben. Je hebt wel het een en ander verteld. Ik weet het even niet meer. Nou, tot nu toe valt het mee, dus hopelijk dadelijk ook. En ze zei dat het loslaten van mijn haren, ja, dan gaan je poriën openstaan natuurlijk en haarzakjes gaan eruit. En dat kan zeer doen. Dus dat is dan vaak dat ze toch haar al afscheren tussen de eerste en de tweede kuren. Dus mogelijk dat ik al over 1 week of 2 weken al nog kaal ben. Heel raar idee. Ja, ja, dat is echt wel heel Ik kan gewoon niet voorstellen wat er dan... Je denkt, waarom? Hoezo? Ja, zit er gewoon goed. Ja, ja, precies. Nou, we hebben net even een leuke foto gemaakt met mijn nieuwe camera. Oh, die is wel bewogen. Die is wel heel erg bewogen. Hoe kan dat nou?
Wel raar. Deze is wel leuk. Die is ook wel goed, ja. Ja. Yes. Nou. Nou, ik ga nog even mijn andere zus bellen. Kijk. Ik heb een Caesar salade met kip. Caesar salade met kip. En daarna komen ze met brood. Ja. Ik ga het proberen zo te eten, hè? Die kip, lekker. Caesar salad. Ik hou ervan. Breng me dit stuff. Maar er moet wel kip in zitten. Ik dacht eerst dat Caesar zelf altijd met kip was, maar dat is het niet zo. Het is Caesar zelf met kip. Anders krijg je geen kip. Nee. Dan ben je zeer teleurgesteld. Dan krijg je alleen de sla. Kip van de dag. Met croutons. En zout van de lekker. Bring it the stuff. Wat is lekker? Zout? Zoutje. Sausje. Sausje. Geniet er maar van. Oh jee. Ik voel een OnlyFans account aankomen. Grapje. Het zit erop. Ze zijn leeg. It's done. Eerste kuur zit erop, schat. Nu nog met haar, waarschijnlijk volgende keer zonder haar. Ja. Ja. Dus ik ga er nog even vaak doorheen. Ik ben benieuwd of we zo meteen gewoon meteen weg mogen ofzo. Of... Ja, geen idee. Het is nog kwart over vier. Tja. Ik heb nu even met veel mensen gebeld, maar de tijd vloog voorbij. Ja. Nou, ik kon het ding afsluiten, jongens. Zo, dat was hem. Nou, ik moet zeggen, ik voel me nog helemaal gelukkig hetzelfde. Dat, ik was echt een beetje bang alsof als je drugs gebruikt of zo. Wat ik trouwens nog nooit in mijn leven heb gedaan. Dus daarom vond ik het ook al heel eng. Dat ik het gevoel had van, dadelijk voel je ineens helemaal anders. Of er gebeurt iets en... Maar dat was gelukkig helemaal niet zo. Kan natuurlijk nog komen. Maar ik ben blij dat ik even gewoon als mezelf het ziekenhuis uitloop. En niet dat ik ineens... zo. Nee. Snap ik. Ja. Nou, hopelijk blijft het zo en valt het allemaal mee. En krijg ik niet al te veel bijwerkingen en klachtjes. Ik ga nu naar huis. Dan kan ik weer even plassen voor de zesde keer. En... kan Sergio even Jesse zilver ophalen. Yes. Zo, het is... het is 11:30 inmiddels. En René is best wel misselijk geworden inmiddels. een beetje tegen de verwachtingen in. Omdat ze natuurlijk die medicijnen ervoor heeft gekregen en omdat het zo goed ging nog vandaag. Anderzijds totaal te verwachten, want ze heeft chemo. Dat je denkt, ja, het is niet zomaar een paracetamolletje. Nee. Dus even een gemberteetje gemaakt voor haar en even snel gedoucht. Droge mond, gelijk. Hele droge mond, hè? Ja, weet je, als die misselijk wegblijft, dan misselijkheid wegblijft, dat scheelt zo'n hoop als je gewoon, ja, heb je gewoon een droge bek, ja, jammer dan, weet je wel, maar de misselijkheid, dan kan je zo, het zit op het randje van, moet ik nou spugen of niet? Ik hou ook even mijn ogen dicht, want ik word er vaak ook wat misselijker van. Ja, je moet gewoon lekker gaan slapen, het is... Misschien eigenlijk zijn we al een beetje over de grens gegaan met dit tijdstip. Ja, wellicht.
Ja. Dus ik heb als avond-nachttraditie nog heel eventjes het natuurprogrammaatje opstaan. En langzaam een beetje in slaap vallen en vervolgens helemaal in slaap vallen. En wel lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag en hopelijk kun jij ook een beetje slapen. En zie je morgen alweer hoe het gaat lopen. Elke dag is een nieuwe dag. En kijk elke dag weer opnieuw hoe het gaat. Dus voor nu, wat rust. Oh. Een hele goede morgen. Het is één dag na de eerste chemo. Ik heb me wel eens beter gevoeld. Vooral gisteravond dan en vannacht. Toch nog erg misselijk wel. Tegen het van moet ik nou spugen of niet aan. Maar ja, het was ook wel echt de dag van de chemo natuurlijk. En een dag ervoor die prik voor mijn eierstokken. En spanning. We zijn niet echt vroeg naar bed gegaan. Dus best wel veel dingen. Desalniettemin heb ik wel gewoon even een mailtje gestuurd naar het ziekenhuis. Om ze even op de hoogte te brengen van wat mijn bijwerkingen tot nu toe zijn. En dat is die droge mond die ze hadden voorspeld. En wat hartkloppingen. Nou, die droge mond komt van de chemo omdat die de snel delende cellen aanpakt. Dus heb je in ieder geval het idee van het is wat aan het doen. Dadelijk natuurlijk dat het haar uit gaat vallen. De wat hartkloppingen die komen eigenlijk van de... Mama. Ja, schatje. Kom een tota. Ik noem meer tota. Die komt van de antimisselijkheidspillen. Nou, die mocht ik dus nu om 8:00 weer nemen. Dus dat heb ik gedaan. En ondertussen ook contact gehad met het ziekenhuis. En zij zei van, ik stuur gewoon voor de zekerheid naar je eigen apotheek nog wat extra antimisselijkheidspillen. Mocht je denken van, het is echt niet te houden, dan kan ik die er nog bij nemen. Ik moet zeggen dat het nu al wat beter gaat dan vanochtend. Het is me wel opgevallen dat, jullie zien het nu niet goed, maar heel mijn gezicht is rood. Ik denk we weten niet zeker of het komt gewoon van een soort van opvlieger van die eierstokken lam leggen. Of ik heb toch nog zo ongemerkt iets in de zon gezeten. Maar om 5:00 komt dus degene die weer het immuunboost prik gaat geven. Daar kan ik dan weer pijn in mijn hoofd van krijgen en pijn in mijn botten. Dus ik mocht wel al om 11-12 uur paracetamol en dan om 4:00 weer en dan voor het slapen weer. Omdat je dat toch altijd een beetje moet opbouwen. Het is gewoon veel bij elkaar. Het is gewoon echt 3 dagen achter elkaar. Medicijnen, prikken. Alles met hun eigen bijwerkingen. En ja. Dat is heftig. Ja, dat is heftig. En maar hopen dat je er dan niet te veel last van hebt. Maar als je zoveel moet slikken bij elkaar, dan is het bijna onvoorkomelijk natuurlijk. Als die misselijkheid en die hoofdpijn zo goed als weg zijn, dat scheelt al zoveel. Dus dat. Daarnaast gaan we nog iets leuks doen. Of nog iets leuks, gaan we iets leuks doen. Chemo was wel leuk, maar wat nu gaat komen is... We gaan voor het eerst met Jesse Silver naar de tandarts. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij daarop gaat reageren. Of hij het leuk en spannend vindt. Of dat hij echt helemaal hysterisch wordt. Ik denk dat hij gewoon helemaal chill gaat zijn. Ja, ik hoop het voor hem. Mag hij de tuta's mee? Hè, voor ontspanning. Ja. Maar ik ben blij dat ik me goed genoeg voel om... dit eerste mijlpaaltje weer te kunnen meemaken. Absoluut. Dus we zijn onderweg.
Wilde je ook je mooie kappie op? Wauw. Die is mooi, hè? Moet jij filmen? Ga jij maar filmen dan. Goed vasthouden, hè? Goed vasthouden. Ja. Vasthouden, twee handjes vasthouden. Ga je jezelf filmen. Cheers. Nou. En naar binnen? Moet er niet vergeten aan te melden, hè? Hier, schat, met de auto. Oké. Wauw. Toch niet? Toch niet? Oh. Dat is leuk. Dat is nou wat zeg, hè? Kijk eens. Eerste keer bij de tuinarts. Ga nou je tandjes poetsen, hè? Nee. Elke avond doen we dat. Nee. Nee? Kijk, kijk wat ik heb. Moet me nou niet voor lul zetten, hè? Nee, elke avond poetsen we je tanden. Dat is een kleine spiegel. Dat kun je rijden, hè? Gewoon je kijken, hè? Nee? En met de spiegel ga ik even een tandje stellen. Krijg je stadballen? Hoeveel tandjes heb je? Wil je een cadeautje? Nee. Nee. Wil je geen cadeautje, hè? Een cadeautje? Kan ik cadeautje? Wil je een cadeautje? Echt een leuke cadeautje. Ik geef je een cadeautje als ik een tandjes mag tellen. Laat me een tandjes tellen. Hoeveel tandjes heb je? Dat zal je zien. Kom, heb je tandjes? Nee. Laat eens zien hoe mooi je tandjes zijn. Nee. Hoeveel tandjes heb je? Nee. Moet mama op, wil je bij mama op schoot? Ja, dat kan wel. Mama. Ja? Is goed, schat. Kom. Kom. En gaan we naar... Mickey Mouse kijkt, of nee, Smurfs. Wat zijn die Smurfs? Kijk eens, wat heeft die Smurf? Kijk eens, boven. Oh. Wat heeft die Smurf nou? Een trompet? Nee. Nee, Frank heeft een gitaar hangen. Nee. Nee. Twee. Nee, cool. Dat is wel moeilijk, hè? Nee, cool. Ik haal je gewoon vast. Nee. Nee, is dat goed? Nee! Hé, hey, is dat goed? Vind je het eng? Ik vind het wel een beetje spannend, hè? Vind je het eng? Ga maar volgende keer weer proberen. Mag er niks uit. Papa! Oh. We doen het normaal, doen we altijd bij kinderen zo vanaf 3, hè? Dan zijn ze een klein beetje verder. Ja? Dan begrijpen ze meer. Begrijpen ze het wat meer. Dat is wat meer. Oh, begrijp niet. Nee! Oh! Nee! Nee, volgende keer beter. Dankjewel. Een slappe gedeelte. Achterkant. Nou, bij mij is die ook altijd vrij. Dit is het vaak met de veiligheidsnaald. Dus die trekt zich terug. Dus zo. Kan je nooit te diep gaan? Nee. Alsjeblieft. Nee, top nu. Ja, voor je. Zit onder de plakkers. Een blogging. Krijg je nog een sticker? Nee. Die gaat daarop. Ja. Nou, dat zit er weer in. Ik heb Sixtenso naar binnen gekregen. Viel mee, prikte een beetje. Ja, kan er klachten van krijgen, bijvoorbeeld hoofdpijn of botpijn en zo. Maar hij zegt, ik heb wisselende reacties. De een heeft helemaal nergens last van en de ander wel. Dus laten we hopen dat ik bij de geen zit. Nou, het is vandaag maandag 28 juni. 5 dagen na mijn chemo. En ja, ik moet zeggen, het is me toch behoorlijk tegengevallen. Er gebeurt zo ongelooflijk veel in je lijf. Allemaal dingen die je niet gewend bent. Ja, wat het gewoon ook een beetje eng maakt of zo. Hè? Dat je denkt van wat gebeurt er met me? Er is psychisch ook voor je gevoel gif ingespoten. En natuurlijk voor het goede. Hè? Om het slechte tegen te gaan. Maar het pakt ook de goede dingen. En je wordt zo met je neus op
alles gedrukt, alles wat er verandert in je lijf. Ik ben de eerste paar dagen toch echt wel nog wat misselijk geweest. Niet hoeven spugen gelukkig. Dan hebben we natuurlijk die misselijkheidspillen weer voor. Maar van die misselijkheidspillen krijg je wel weer hartkloppingen. Alle dagen toch wel met een rood hoofd rondgelopen. Een beetje een rode boei. Dus dat zal... Ja, of dat is van de chemo of dat is van die eierstokkenprik. Maar het is nu ietsje minder, hè? De uitslag is ook wel een beetje weg. Ja, ik had vanochtend dus helemaal uitslag. En ik kan het heel moeilijk uitleggen. Het valt gewoon, je kan je er gewoon niks bij voorstellen met wat er met je gebeurt in je lijf. En je hebt het in het begin heb je het erover van, mijn haar gaat toch af, weet je. Maar niet over hoe je je daadwerkelijk gaat voelen. Je kan je er gewoon niks bij voorstellen. Je voelt je zo niet jezelf. Moe. Je moeder gebruikt echt het woordje onbestemmig. Je hebt gewoon een heel onbestemmig gevoel van binnen. Ja. Ik merkte dat ik een beetje een aversie kreeg tegen die pillen. Tegen de misselijkheid. En dat ik daar ook weer die hartkloppingen van kreeg. Dus ook weer bijwerkingen. En ik had natuurlijk die prik gekregen voor het immuunsysteem. Nou, dat kreeg ik op een gegeven moment. Goedemorgen. Nou, sorry. Gisteren was ik natuurlijk in de auto bezig om heel mijn verhaal te vertellen. En toen werd ik gebeld door de verpleegkundige omdat ik nog wat vragen had gesteld. En ik zou daarna ook nog gebeld worden door de klinisch geneticus. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik gebleven was. In ieder geval kan ik zeggen dat ik heb niet al te veel gevlogd. Het is me zwaar gevallen, moet ik eerlijk zeggen. En het is gewoon... Er zijn zoveel dingen die je moet verwerken. Hoe je voelt, wat gebeurt er in je lichaam. Je voelt ineens van alles. Je voelt je niet lekker. Je voelt je licht in je hoofd. Je voelt je misselijk. En daarnaast heb je nog natuurlijk dat je psychisch gewoon een beetje bang bent. En het is soms lastig om even die mindset te vinden van kom op, we zijn met genezing bezig. Voor je gevoel voelt het gewoon heel tegenstrijdig. Dan moet je weer uitkijken dat je niet een soort van aversie er tegen krijgt natuurlijk. Want je wil die positive mindset houden van kom op, hè, ga naar die tiet. Ga weg. Maar voor je gevoel is het heel tegenstrijdig dat er eigenlijk ook gewoon een soort van vergif wordt ingespoten. En ik zei gisteren ook tegen mijn moeder, ik zeg ja, het klinkt misschien een beetje heftig om het zo te noemen, maar het voelt bijna alsof je aangerand wordt of zo. Er wordt iets in jou gespoten wat je eigenlijk niet wil. Iets wat jou beter maakt, dat weet je hoofd. Maar aan de andere kant maakt het je ook heel erg ziek. En dat is gewoon zo'n, daar moet je doorheen. En dat is echt lastig, zeker op het moment dat je gewoon niet lekker voelt. En, we zijn nu een paar dagen verder. We zijn nu op dag 6. Nou ja, het gaat dan steeds een beetje beter. Maar ja, dan bedenk je weer van Jezus, we zitten pas op dag 6. Ik heb nog niet eens mijn tweede kuur gehad. We gaan nog 5 maanden door. Holy crap. Dus misschien is dit wel gewoon even het zwaarste waar ik doorheen moet. Ik heb ook nog bij de klinisch geneticus gebeld. En ja, we gaan dus ook natuurlijk nog onderzoeken of het genetisch is. Ook omdat ik gewoon, en ik ben heel jong,
En omdat er meerdere plekken zitten op één borst. En ze gaan in ieder geval op de 5 genen testen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval de BRCA. Even kijken hoor. BRCA 1 en 2. Die geven een verhoogd risico borstkanker van 60% tot 80%. Dus dat is heel veel natuurlijk. Dat gaan ze onderzoeken. Nog een paar andere. En waar ze dus ook op willen checken is het Li-Fraumeni syndroom. En dat is eigenlijk om te kijken of je gewoon aanleg hebt om überhaupt een kankersoort te krijgen. Dus dat je gewoon aanleg hebt om ja, tumoren te krijgen. En ja, het is natuurlijk nog niks en ze gaan het gewoon onderzoeken en het schijnt ook wel zeldzaam te zijn. Maar toch denk je wel weer gelijk, oh, tuurlijk, dat kan ook nog. Als dat het wel zo is, dan zou ik bijvoorbeeld elk jaar een full body scan kunnen krijgen dat ze dat checken. En dan is de vraag aan mij natuurlijk, wil ik het weten of niet? Ja, het is natuurlijk een mentale, hele grote belasting. Als het wel zo is. Aan de andere kant kan je er dan wel in ieder geval iets mee. Of je kan misschien je kans vergroten dat je er wel iets mee kan. In plaats van mijn kop in het zand te stoppen. En te doen alsof het er dan niet is. En ja, ik gok niet dat ik er dan luchtiger op zou leven. Met het vraagstuk van, heb ik dat wel of heb ik dat niet. Dus ik denk dat ik ga dat gewoon laten checken. Nou ja, wat er staat is dat niet iedereen... Ik zal het even voorlezen. Bij Li-Fraumeni syndroom kunnen veel verschillende vormen van kanker ontstaan. Iemand kan ook meerdere vormen van kanker krijgen. Niet iedereen zal elke vorm van kanker krijgen die hieronder staat. De volgende soorten kanker komen voor bij mensen met LFS. Nou, borstkanker, osteosarcoom, dat is een vorm van botkanker, tumoren in de spieren, pezen of vet, een hersentumor, leukemie, bijnier, schors, maagdarm, eierstokkanker, longkanker, huidkanker, schildklierkanker. De tumoren kunnen op jonge leeftijd ontstaan, maar ook op volwassen leeftijd. Ongeveer 85% van de mensen met LFS krijgt een vorm van kanker. Vrouwen met LFS hebben een hoger risico om kanker te krijgen. Vrouwen met LFS hebben een hoger risico om kanker te krijgen dan mannen. Dit verschil komt vooral door borstkanker. Nou, maar goed, ik moet het gewoon proberen uit mijn hoofd te zetten. En ik moet even gaan proberen om die mindset te vinden van, oké, het is gewoon een onderzoek. Laten we ervan uitgaan dat het niet zo is, we onderzoeken het. En als we iets weten, dan kunnen we er misschien ook wat mee. En... ik voel me vandaag redelijk. Ik wilde vandaag Jesse Silver naar de gastouder brengen. Dus ik heb hem wel uit bed gehaald. Maar dan sta ik beneden en dan sta ik daar een tijdje. En dan word ik helemaal licht in mijn hoofd. Dus dat is niet zo prettig. Dus mijn moeder heeft gelukkig Jesse weer weggebracht. Maar ik wil wel gaan proberen te zwemmen vandaag. Want ja, ik denk dat dat heel goed is voor mijn hoofd. En misschien stimuleert dat mijn lichaam ook. En dan komen er weer even wat goede stofjes in mijn hoofd vrij. En dan hoop ik dat ik er weer tegenaan kan. En dat ik mezelf zo kan opbouwen dat ik weer die tweede gewoon er tegenaan kan. En dat het alleen maar positiever wordt. Ik heb morgen een afspraak met de psycholoog. Dus ik denk dat het ook wel goed is dat ik die heb. Zodat ik mezelf, hoop ik dat die persoon mij weer een beetje zo in een positieve mindset kan houden. Want op dit moment is het echt een rollercoaster van aan één kant, dat kan toch niet dat ik dit heb. Het is gewoon onwerkelijk dat dit mij gebeurt. En aan de andere kant is het... Ga je toch al snel
die andere kant in en dat wil je niet. Ja. Lekker loofhaal vind ik. Ik hoop in ieder geval dat de volgende vlogs even wat positiever zijn. En dat ik wat vrolijker ben. En wat lekkerder voel. En dat ik er gewoon weer op volle moed tegenaan kan. Nou, goedemorgen. We gaan naar de radioloog. René is een beetje niet zo lekker vandaag. Verkouden. En hij zijn gisteren een beetje over de top gegaan qua snoepen. En ik denk dat ze daar een beetje het darmstelsel een beetje van vaststreek is. Maar gisteren als mijn moeder was komen oppassen met opa Rolf, zeg maar. En het was super gezellig. En nou ja, dat is natuurlijk altijd toch een bepaalde lading en emoties. En s'avonds hebben we de film Luca gekeken op Disney. Superleuk. En oh, en Fatherhood op Netflix. Dat was wel eventjes een heftige film. En nu moeten we heel erg opschieten, maar het was dus allemaal een beetje emo. En toen dachten we van, fuck it, we hebben chocola en we hebben snoep. En ja, daar hebben we nu dus de nabijen van. Jessie wordt weggebracht door oma, dus we kunnen rechtstreeks naar het ziekenhuis. Naar de radioloog, we weten eigenlijk niet even... Maar gewoon ter voorbereiding van eventueel een bestraling, als dat nog moet. Oh, gebeuren. Wel, ja, want je moeder zei net van niet namelijk. Dat de radioloog... Ja, dat had ze opgezocht, maar ja. Dat heeft ze tegen mij aan de telefoon gezegd. Ja, precies. Nou, dus waarschijnlijk wel voor bestralingsverhalen en wat ze kunnen gaan doen, of wat ze kan verwachten. So, let's go! Zo, goedemiddag. Het is vandaag zaterdag 3 juli. En ik ben gisteren naar de radioloog geweest. En dat was een afspraak alvast voor de toekomst. Dat gaat dan over het bestralingstraject. Ook daarin is weer een hele hoop verteld. Het gaat natuurlijk afhangen van hoe de chemo verloopt en of er nog dingen overblijven, et cetera. Maar zoals ik het nu geïnterpreteerd heb, willen ze eigenlijk gewoon voor de zekerheid gaan bestralen. Om de kans op terugkeer zo klein mogelijk te houden. Hè, stel dat ze dat bijvoorbeeld niet doen. Dan zou de kans tussen de 10 en 30 procent zijn dat het terugkomt. En anders maar een paar procent. En ja, het doel is natuurlijk genezen. En dat ik, omdat ik zo jong ben, ik hopelijk ook een stuk langer op deze aardbol blijf. En daardoor is de kans op terugkeer natuurlijk groter. Hè? Want hoe langer je hier bent, ja, hoe langer je de kans hebt dat je terug gaat krijgen. En ja, die kans willen ze gewoon zo klein mogelijk houden. Het is dan natuurlijk ook nog afhankelijk van waar gaan ze bestralen. Hè? Gaan ze alleen op het deel waar het zat? Of gaan ze ook nog in de lymfeklier in de oksel? Of gaan ze ook nog bij de andere lymfe bij de sleutelbeen doen? Dat is allemaal iets voor later. Als dat zo zou zijn, dan zou dat 15 keer bestralen nog zijn. En dat is dus elke dag, elke werkdag moet ik zeggen. Dus 15 keer achter elkaar. En dat gebeurt dan na de operatie. Dus we gaan natuurlijk na de operatie kijken van wat hebben we nog meer gevonden. Als we gaan bestralen, dan heeft dat natuurlijk ook echt een hersteltijd nodig. een half jaar tot een jaar.
En dat zou dus inhouden dat ik ook zeker een half jaar tot een jaar dan zonder borsten loop. Dus dat is natuurlijk wel weer ook een heftig ding. Maar ja, als het zo is, dan is het zo. Daar moeten we dan ook maar weer even mee dealen. En in het achterhoofd dat dat dan ook wel weer goed komt en weer gaat komen. Maar ja, ook weer even een ding om te laten bezinken. En dus stel dat dat inderdaad zo is, dan heb ik dus 4 keer elke 2 weken een zware chemo. Dan 12 keer elke week een chemo. Dus 16 chemo's in totaal. Dan een operatie, dus amputatie. Dan is het nog afhankelijk van is het genetisch of niet en wat voor vorm, et cetera. Of mijn andere borst en mijn eierstokken er ook uit moeten. Dan 15 keer ongeveer bestralen. Dan een half jaar tot een jaar revalideren, zeg maar. Het laten doorwerken en genezen. En dan eventueel een reconstructie. Ja. Dus dat zal dan rond januari zijn of zo dat we daarmee zouden gaan beginnen met bestralen. Op dit moment merk ik qua haar dat het wel wat dunner aan het worden is. Dat het toch wel wat meer aan het uitvallen is. Ik zit nog een beetje te twijfelen wat te doen. En misschien valt het mee en kan ik er nog best wel een tijdje mee vooruit. maar ik wil het er eigenlijk wel afhalen op het moment dat ik me goed voel. Ik wil me niet, bijvoorbeeld net zoals in de eerste week, zo fucking beroerd voelen. En dat mijn haar dan ook nog eens zo erg aan het uitvallen is, dat ik denk, scheer het er maar af. Weet je, want dat is dan nog weer een klap. Het is al een klap om iets te verwerken. En dan, dus ik wil het eigenlijk doen op het moment dat ik denk, oké, ik zit nu even redelijk in mijn vel. Ik kan dit ook aan. Dat ik me even lekker kan opmaken. En dat ik dan denk, nou, en dan eraf. En niet dat ik er al hondsberoerd uitzie, me hondsberoerd voel. En dan ook nog eens mijn kop kaal moet scheren. Dus ja, dat is even wikken en wegen. Zoals je waarschijnlijk wel hoort, ben ik heel erg verkouden, heel erg aan het hoesten, et cetera. Gelukkig coronatest gedaan en negatief, maar toch, het is gewoon heel vervelend, want ik wil me gewoon fit voelen en dat ik weer goed die tweede chemo in kan gaan. In ieder geval, er is een hoop gezegd, een hoop gedaan, een hoop gebeurd. Heel weinig gevlogd, moet ik eerlijk zeggen. Want ik, ja, mijn kop stond er gewoon echt niet naar. Ik voel me alleen maar ellendig. Maar de tweede week ging ik vrij redelijk. En daarna dan toch weer die verkoudheid en het hoesten als een gek. Dus dat maakt het dan weer minder prettig. Maar ik hoop dat we weer een beetje de goede kant op aan het gaan zijn. Ik ga het hierbij afsluiten voor nu. Vond je dit een fijne vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van dit avontuur. Noem ik het nog even. En nogmaals bedankt voor je support en voor je vragen. I just wanna see where your love can take me.